is weg. Hey. Hey. Maar is hij bewusteloos? Ja. Of? Okay. Hij is bewusteloos. Ja, hij is helemaal warm. Ja. Hij is ook helemaal nat van het zweten. Ja. Dat is oké. Okay. Ja. Hallo, hi. Hoi. Je zou misschien verwachten dat wij als doorgewinterde spuit- en slikkerpresentatoren altijd dezelfdegene zijn die drugs gebruiken. Maar dat gaan we niet doen. We gaan er wel heel dicht op zitten. Ja, en we staan er super dicht op hier in België, omdat wij gaan werken als... Tripsitter! Drugs toedienen aan mensen. Oh, leuk. Zal we? Ja. We gaan vandaag aan het werk bij Nico. Naast zijn baan als hovenier organiseert en begeleidt hij zo'n 3 keer per week cambo-sessies. Per sessie begeleidt hij maximaal 8 deelnemers die daar €85 voor betalen. Wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag een cambo-sessie doen met 3 mensen. Cambo is een medicijn uit de Amazone van kikker, van de grootste boomkikker eigenlijk. En daar halen ze de slijm af, vooral aan de kaken. Daar is je het sterkste. Je haalt uit een levende kikker, ja. Haal je... Ah. Een ja. Soort iets uit de wang. Ja, ja, dus de kikker, die, als je die vastpakt of opspant, dan begint die te zweten. En dat zweet wordt afgehaald. Dat is het medicijn. Wow. En wat gebeurt er dan als je het neemt? Het gaat in je hoofd bonken. Je begint te zweten. Je wordt wat koortsig, omdat het medicijn komt binnen. En het lichaam weet niet wat er gebeurt. Dus daar zet een tegenreactie op en daar word je ziek van. Op een gegeven moment ga je overgeven of je moet naar de wc toe, de pot op. En, ja. Jullie hebben moeite zeggen met kak, hè? Ja, nee, ik kan het ook zeggen. Kak, nee, ik heb daar geen problemen mee. Ja. Gaat het goed, Cornel? Ja. Gaat het goed? Ja, ik doe deze een beetje dicht, ja. Ik ben hier. Jij zegt medicijn. Ja. Ik dacht echt dat het een druk is, maar dat is niet zo. Nee, dat is niet. Nee, dus er lopen hier ook gewoon ook kinderen rond. We zijn de gewoon in kinderen huis. Groeien hier gewoon met de medicijnen op. Dus ja, voor ons is dit geen drugs. Gebruiken jullie het ook als medicijn? Ja, wij gebruiken het ook gewoon als medicijn. Zijn wij wel ziek, pakken wij 1-2 dotjes cambo. En ja, de dag erna of 2 dagen later voel je je eigen veel beter. Dus we gaan dadelijk eerst het medicijn klaarmaken. Mm-hmm. Als de mensen komen... Dan gaan we kijken wat hun intentie is, waarom dat ze het medicijn willen pakken. En dan gaan ze drinken, ongeveer 1-2 liter, 1,5 tot 2 liter water. Okay. Dan worden de gaatjes gebrand en dan wordt het medicijn erop gezet. Dit is de stick met het medicijn erop. Oh, dit is dat slijm? Ja, dadelijk maken we het een beetje nat. Dan komen er bolletjes op, net snottenbellen. Oh. En dat is het medicijn. Kijk, als je ziet dat witte wat eruit komt hier, dat is het medicijn. En dan doe je dus deze bolletjes, doe je dan in die gaatjes? Ja. Ja. Oh jeetje, maar dan dus, moeten we straks in iemands huid branden. Gaatjes. In de eerste 2 huidlagen brand je een gaatje. Dus dat doe je met dit stokje, heet gemaakt, en draai je het gewoon. Oh. Ik steek je bijna in de fik, jongen. Ik steek die hele joert in de hand. En gaan we dit dan straks op de bank doen? Waar gaan we dit doen? We doen het achter in de tuin, in de juurt. In de? In de juurt. En je hebt een juurt in de juurt. Tuin? Ja, okay. En daar gaan de sessies allemaal door. Oh, wauw! Oh, dit is zo leuk! Maar hoe lang duurt zo'n trip straks? Oké, de cambo zelf duurt 1/2 uur tot 3 kwartier. Maar je moet tellen dat je 1,5 uur bezig bent met 1 iemand. Dus wij gaan 1 iemand helemaal van begin tot eind helpen? Begeleiden. Ik sta daar gewoon mee bij en ik help al mee als het moet. Wauw. Dus. Maar ik vind dat wel een verantwoordelijkheid. Ja, hoor, vind ik ook. Want het komt iemand wel gewoon met een trauma of een ziekte of iets. En dat wil ik wel goed. Hoe kunnen wij dat goed begeleiden? Dus voordat we starten gaan we even over de intentie praten. Kijk welk stuk dat je wilt loslaten. Oké, en dat duurt meestal het langste. Omdat de meeste zegt iemand, ik wil veranderen. Maar wat wil je veranderen in je leven? Je moet bij een punt komen dat je zegt, dat is het punt waar je nou nog mee rondloopt. En als je dadelijk de deur uitgaat, dat je zegt, morgen start ik een andere dag. Of dadelijk al als ik in de auto stap. Wow, dus het is best wel... psychologisch ook, hoe wij ze gaan ondersteunen. Ja. Ja. Soms kunnen ze flauw vallen. Oké, dus dan moet je zien dat je ze gewoon eventjes terug rechtop zet. Ze kunnen flauw vallen? Ja. Als ze te veel in hun hoofd zitten of niet genoeg geaard zijn, vallen ze meestal om. Voordat we de cambo zetten, doen we eerst nog rappi inblazen. Rappi? Dat is een poeder, waar ook in de Amazone wordt gebruikt. Dat is tabak met kruiden gemengd en dat wordt in alle 2 de neusgaten geblazen. Deze kant gaat in de neusgat, wordt ingeblazen
En dan de andere kant. En wat doet dat dan? Dat zet de pijnappelklier open. Maar het pijnappelklier is ook het stukje waar al je geheugen, alles in zit. Vanaf dat je al in de baarmoeder zit. Dus ja, en dat zet alles terug open en dat brandt in je hoofd. En dan op een gegeven moment voel je wel dat dat door je lichaam gaat dwarrelen en je begint te shaken. Ja, dat gaat alle kanten ook op. Oeh, dat klinkt niet, dat klinkt niet best. Maar waarom is het dan nodig om dat te doen voor de kambo? Omdat dat ook wel je eigen grond en omdat je al, daar begint je proces al. Dus daar kan je ietsjes dieper nog je proces in gaan. Ik pak zelf ook altijd dan, om mee in dezelfde frequentie te komen. Als je vertelt over mensen die gaan kotsen en gaan trippen, dan denk ik van ja, ik moet dat niet doen, want ik moet oppassen met psychedelica bijvoorbeeld. Dus zitten er dan echt geen gevaren aan om dit te doen? Oké, kambo ten eerste is geen psychedelica, dus je gaat ook geen beelden krijgen, je gaat ook niet in een trip. Je moet ten eerste al een goed dieet volgen, daar hou je je eigen al aan, je gaat al naar je intentie toe. Dit is het medicijn uit de jungle en dat wordt al gebruikt bij kinderen van 5 maanden. Hmm. Dus, ja. En gaat het wel eens fout? Nee. Kan wel in het algemeen? Nee. Ik maak me wel een beetje zorgen om hoe het hier gaat ruiken zometeen. Dat stinkt niet. We hebben nog smuts hier. De smuts is dus kruiden en dat doen we geregeld op een kooltje en het gaat hier helemaal niet stinken. Okay. Ja, jij bent daar gewend natuurlijk. Ja. De eerste klus is goed te doen. Alles klaarzetten voor de kambo-sessie. Vooral belangrijk, flessen water en emmertjes om in te kotsen. Kijk Roos. Huh? Hier zit nog een beetje in is het scheid? Ja, echt. Ja, nee, dat is kots. Oh, kots. Oh. Oké, daar doen we niet moeilijk over. Maakt niet uit. Daar doen we niet moeilijk over. Mag er zijn. Zo. Oké, alles staat klaar? Ja. Kunnen we aan het beginnen? Ben jij er klaar voor? Ik heb het idee dat we best wel iets serieus gaan doen. Ja. En ik eigenlijk helemaal niet weet hoe we dat gaan doen. En deze mensen die vertrouwen ons gewoon dat we het goed gaan doen. Maar ja, ik heb eigenlijk nog helemaal geen idee. Ik vind het ook best wel heftig dat we gewoon echt verantwoordelijk zijn voor mensen die straks iets doen waardoor ze helemaal gaan overgeven en poepen en hun trauma's proberen op te lossen. Ik wil hem wel gewoon echt een goede reis bezorgen namelijk. Ik maak me ook wel echt een beetje druk om die kots. Als die joert zich dan vult met kotslucht. Kan je er tegen? Nou, ik denk dat ik er wel tegen kan, maar ik heb geen zin in. Nee. Tijd voor het echte werk. Ralf en ik krijgen ieder een eigen deelnemer om te begeleiden. Ik zal Rappé en Kambo toedienen bij Leon en Ralf zal Corneel onder zijn hoede nemen. Ja, welkom iedereen hier op de Kambo-ceremonie-sessie. We gaan dadelijk eerst beginnen dat we iedereen even Rappé geven, om even goed erin te komen. Ik zeg meestal gewoon je mond open houden en dan al de zeven eruit laten lopen. En voel je dat in je keel komt, doe je een keer en je tuft eruit. Zo. Ja. Dus het is vooral, je moet voelen als je het inblaast en ik zal maar zeggen, het blijft in je hoofd hangen. Dan moet je bij je eigen gaan kijken, waarom blijft het in mijn hoofd hangen? Of als dat in je keel zit, dan ga je voelen, waar wil ik eruit gooien waar ik niet durf te zeggen. Komt op je punten te zitten. Ja. Waar het blijft hangen, waar zegt blijft wat hangen, over jou. Zeg ik altijd, dat zegt over jou waar je in zit. Zeg maar stop. Ja, dat is goed. Dat is perfect, hè? Dat is perfect zo. In één keer. Dit wordt straks je beste vriend. Oké. Eerst in de linker. Eén been kan je niet lopen, toch? Yes. Goed? Ja. Ja.
Dat willen we zien, heel goed. Jij bent een taai, hè? Jezus. Maar is dit nou puur fysiek wat je voelt of voel je nou ook mentaal iets? Ja, fysiek. Fysiek alleen? Ik vooral fysiek. Ja. Oké, er gebeurt even heel veel. Iedereen heeft nu de rapé genomen. Het heeft wel meer effect dan ik had gedacht eigenlijk. Want iedereen gaat helemaal slecht op dit moment. Maar op een goede manier slecht, nee, toch? Nee, dit is oké. Dit is niet slecht. Nee, maar het ziet er wel een beetje zo uit. Nee. Oké. En waarom doe jij dit nu eigenlijk ook? Om mee in dezelfde training te komen. Ook denk ik dadelijk goed gegrond ben. Dus het maakt je wel een betere begeleider als je het ook doet? Voor mij wel. Niet voor iedereen, want er zijn mensen die helemaal niet tegen de grap kunnen en die dat niet gebruiken. Wat is dan slim voor ons om dat wel een beetje te doen? Voelen. Aanvoelen. Aanvoelen. Wat voel jij, Rolf? Ik ben echt te benieuwd hoe het voelt eigenlijk. Ik wil het wel. En omdat Nico doet, wil ik het ook wel proberen. Ja. Wat moet ik doen? Gewoon even niks. Okay. Gewoon uit je hoofd gaan. Oké, zeg maar stuk. Kom maar. Oh, dat is kut, man. Ja? Oh. Doe je mond blijven ademen. Oh, fuck. Oké, sluit je ogen. Oké, kijk maar wat je ziet, wat er gebeurt. Dit is lijp, man. Holy shit. Het is gewoon een hele scherp gevoel in je hoofd. Echt alsof je wasabi eet. Maar toch wasabi dat zo helemaal door je hoofd heen kan trekken. Dit scherpe, dat gebeurt nu ook in mijn hoofd. Maar ik voel nu dat het langzaam zakt. Oei, yo. Ik snap wel wat je bedoelt, man. Ik snap wel wat je bedoelt. Oké, Roos. Wil je nog? Ja? Jawel, maar puur door het allerlaatste wat je zei. Ik vond het toch wel echt heftig om te zien dan ik dacht. Ja, het is even intens, maar daarna trek ik het even intens, je ging helemaal bij. Sick. Ja, ga maar zitten. Ik kreeg eraf net een beetje. Ja. Ja, dan een beetje, ja. Oké, ik moet echt even goed ontspannen. Want... Ja, doe maar rustig aan. Ja? Okay. Ga uit je hoofd, ga naar je hart toe. Ja, dat klinkt heel makkelijk, maar hoe doe je dat? Wow. Wow, er stijgt echt een soort bom naar mijn hoofd. Wow, maar het trekt ook wel best wel snel weg. Wow, het is echt alsof er een soort van Earl Grey thee in je brein wordt geïnjecteerd. En ontploft en dan weer weggaat. Oké, kom maar door. Ik heb er wel weer zin in. Yo, ik vind het wel lekker eigenlijk. Ja, dat dacht ik wel. Heel chill. En ik snap nu eindelijk wat je bedoelt met gegrond, Ralf. Ik voel me ook echt zwaarder, maar alsof ik één ben met de grond. Je begint hier dadelijk zwaarder te voelen in je benen. Ja, dat is die gronding. Wow. Lekker. Oké. Ik zit op jullie trilling, jongens. Ik kom eraan. Oh ja. Bedankt. Oh. Oké, nu gaan we dus, daar gaat hier iemand zitten, even kijken wat de intentie is. Als die eruit is, dan beginnen ze te drinken. Of tussendoor kunnen ze ook al drinken, moet 1,5 liter tot 2 liter drinken. Dan gaan we de gaatjes branden, zetten we de kambo erop en dan kan de kambo beginnen werken. Nico laat ons nog even zien hoe we de kambo moeten zetten. Daarna gaan Ralf en ik als shamanen aan de slag met Leon en Corneel. No pain. Ja, het is een little pain, but it's... Oké, zie. Nu drinken. Oké. Stay by your intention. Also, when you drink, when you fold the glass, stay by your intention. Oké.
Oh, dus je haalt het velletje eraf? Ja, ja. Want als je het dus dicht doet, schroeit hij meteen terug dicht. Ja. Nu wrijf het terug open. Ja. Het makkelijkste is dat je van boven naar onder werkt. Anders heb je kans als je andersom werkt dat je deze bolletje er weer af duwt. Ja. Alsof je snot in een wondje duwt. Ja, ja. Oké, nu zit de kambo erop. Dan ga je zien, begint dat rood te worden. Ja. You feel something, ja. Zie je dit? Ja, to burn. Ja. En blijft die kambo er dan op zitten? Die blijft erop zitten, ja. Oké. Okay. Ja. De hoofd begint al rood te worden. De hart staat stil. Ja. Zo snel gaat het. Is het painful of not painful, but it's like you're getting sick. Not a good feeling. No, the pain is not good. Okay. Okay, no. Ja, dus we beginnen nu met overgeven en dat betekent dat het werkt. Ja, dus dat is de cleaning. Dat is het zuiveren, alles eruit gooien wat er niet meer in hoort. Ja. Doet ook de bacteriën, de slechte bacteriën doden. Ja. Wat zijn je intenties voor deze sessie? Foute dingen van het verleden gewoon los mag laten. Mijn intentie dat is... Ik heb reumatische klachten gehad en ik merk gewoon als ik de kambo neem in één keer in de zoveel tijd dat ik daar gewoon een stuk minder last van heb. En wat wil je dan loslaten? De trauma's, die verborgen trauma's die in de weg zitten om echt mezelf te kunnen zijn. Hoeveel gaatjes wil je? Zeven. Zeven? Ja. Ik steek je bijna in de fik, jongen. Ik steek die hele joert in de hands. Ik ben duidelijk meer gespannen dan jij. Hij is eventjes weg nou. Hij blijft zitten, dus dat is goed. Dus kan die, als je dadelijk, kan hij daar dadelijk in één keer begint over te geven. Ja. Maar dat hoort erbij. Maar is hij bewusteloos? Ja. Of? Okay. Hij is bewusteloos. Ja, hij is helemaal warm. Ja. Hij is ook helemaal nat van het zweten. Ja. Maar dat is oké. Ja. Ja. Ik vind het wel een beetje eng. Dat is omdat het nieuw is voor jou. Ja. Ja, dus dat is ook in jouw hoofd van, oh, ik doe nou iets fout. Ja. Hij doet niks fout, het is gewoon zijn stuk. Ja. Ja. Hij is zeiknat in. Ja, maar dat is goed. Ja. Kijk, dan komt hij terug. Is hij weer terug? Ja, hij komt er terug bij. Ik wist niet dat dit ook een optie was. Voor mij was het volgens mij flauw vallen of kotsen. Maar hij zit in een soort... Het lijkt een soort trance. Hij is versteend. En soms dan komt er een reactie. Maar hij is zeiknat. Maar kennelijk hoort het erbij. Dus ik blijf gewoon hier zitten en hopen dat het goed gaat. Gaat het goed, Cornel? Ja. Gaat het goed? Ja, ik doe deze een beetje dicht, ja. Ja.
Ik ben hier. Mijn emmer eventjes. Ja, ik heb hier emmer. Alsjeblieft. Leon ligt lekker te slapen. Of, oh ja. Hoe gaat het bij jou? Corneel die is ook een beetje bijgekomen. Die is nu gewoon aan het chillen. Die zat helemaal in zijn eigen wereld. Het ruikt naar kotsie, man. Ja? Ja. Maar hoe vind je het om het te doen? Ik vind het echt heel erg sick. Ik ben er echt heel erg van onder de indruk. Er hangt er zo'n sfeer. En wat dat spul met mensen doet. Als je ziet hoe Corneel daarop reageert. Ik ben er echt een beetje door gepakt. Ja, ik vind het echt lijp wat er is gebeurd. En wat voor effect het op mensen heeft. Jij? Maar ook door die rappe, toch? Dat ik zat nog te twijfelen van gaan we het doen. Ik ben zo blij dat we dat hebben gedaan. Maar je komt zo op één level. Ja. En ik merk ook dat ik begin te praten in de tekst die Nico eerder vandaag had. Dat ik dacht, wat bedoel je nou? Een beetje zweverig. Maar nu snap ik het. Ja. En dat is zo kut, want ik wil het ook aan jullie overbrengen. Maar het is echt, je bent meer gegrond op één level. Hele warme en open energie. Ja. En waardoor je ook, denk ik, best wel makkelijk soort van iemand kan begeleiden. Omdat je echt wederzijds vertrouwen hebt. Het was ook zo anders dan ik had verwacht. Omdat ik had verwacht dat Nico en Leon en Corneel allemaal hele zweverige mensen zouden zijn. Ja. Maar het zijn gewoon hele doorsnee mensen die gewoon dit eens in de zoveel tijd doen om te helen. En het werkt gewoon. Ja. Je ziet gewoon dat ze veranderen en dat er shit uitkomt. En dat ze er over hun shit praten en zo. Echt, ik vind het echt hard. Ja. Ja. En ik dacht dat het kotsen en spugen en zo, me dat heel veel zou doen. Omdat ik dat vies zou vinden, maar het valt heel erg mee. Van, je bent daar helemaal niet mee bezig. Het gaat gewoon over heel wat anders dan dat. Ja. En gewoon sick om te zien. Bent. Ja. Sick. Ik ben fan. Volgens mij is het al een beetje, zit het er helemaal op. Ja, hij voelt zich goed. Ja, hij is oké. Okay. Ja. Ja. Ja, Corneel heeft de trip van zijn leven gehad volgens mij. Goed. Was dit hem? Dit was hem, ja. Ja. Ja? Ze zijn allemaal terug erbij. De rest is voor de komende dagen. Oh ja. Waardoor loskomt. Dank jullie wel, jongens. Ja. Oei, oei, oei. Hey. Oh. Ja. Ja? Oh, wat goed. Waarom? Ging heel snel. Oh, was leuk. Was gezellig. Ja. Wat vond je van ons dan? Dat jullie er al gewoon in meegingen, terwijl jullie niet kenden. Jullie kenden mij niet, ik bedoel, jullie kenden het medicijn niet. En ja, jullie sprongen er gewoon mee in. Ook wel je stukje angst laten zien van, hey, komt dit allemaal wel goed? Dus dat je, ja, dat vind jij heel goed in, hè? Dat ook gewoon, jij dat ook gewoon mag laten zien. En, en jij ook, jij begint te zingen, hup, geen schaamte en ja. Oh, ja. Dankjewel. Ik denk als ik dit werk zou moeten doen, zou ik wat meer levenservaring nodig hebben en ervaring. Maar het lijkt me wel heel mooi, want je helpt mensen echt. Gewoon, je ziet meteen zo'n verandering. En dat kotsen is gewoon een veel minder groot onderdeel dan dat ik dacht. Dus dat is goed, toch? Ja, echt. Ja, ik als werk, ik denk dat ik meer geïnteresseerd ben geraakt in Cambo in het algemeen, dan dat ik echt hier kan gaan werken. Ook omdat ik, ik weet er niet zoveel van en ik wist niet precies wat ik moest doen. Maar dit spul is lijp. Ik vond het echt vet om te zien en ik ben er zelf nog wel een beetje angstig voor. Ik weet niet of ik het zo snel zelf zou doen, maar het hele gegeven en om er meer over te weten vind ik echt, echt heel erg vet. Dus ik wil je vaker zien, prima. Maar dan wellicht dat je mij gaat begeleiden. Ook goed, helemaal goed. Altijd welkom. Fijn om te weten. En jij? Ik zou het ook wel een keer doen. Okay. Wat mooi, joh. Het heeft wel iets. Ja, het heeft echt je wat. Gevoel ineens. Ik ben helemaal spiritueel geworden. Ja. Zo. Ja. Dat heb je goed gedaan. Dat vind ik knap. Dus we bellen. Oké. Ja? Is goed. Okay. Is goed. Hoi. Dankjewel.